De associate degree is een tweejarige studie met een sterk accent op de beroepspraktijk. Op dit moment kun je kiezen uit meer dan 100 verschillende AD-studies. Die gaan van accountancy tot zorg en welzijn en van evenementenmanagement tot werktuigbouwkunde. Heel divers dus, maar één ding hebben ze gemeen. Ze spelen allemaal concreet in op de behoeften van de arbeidsmarkt. Associate degree is een opleiding die je in 2 jaar volgt. 2 jaar is voor mij wat te overzien, te plannen. Ik kan gaan werken, want ik heb wel gewoon een diploma als ik klaar ben. Als iemand een AD-opleiding doet binnen ons bedrijf, biedt dat zeer zeker kansen. Het maakt iemand veel breder. Het is iemand die bedrijfskundig de zaken benadert, met ook oog voor innovatie. Nou, dat zijn juist de managers die we nu en in de toekomst nodig hebben. Bij een associate degree studeer je vakken op HBO-niveau. Je sluit de studie af met een officieel erkend diploma. Naast theorie is er een sterke focus op de praktijk. Je werkt aan realistische praktijkopdrachten en wordt begeleid door vakdocenten. Het is een studie die overzichtelijk is, waarin praktijk en theorie wordt gecombineerd. En daarna heb je een keuze of je gaat nog doorstuderen of je gaat de arbeidsmarkt op. Wat maakt het AD zo bijzonder? Het beroepsgerelateerde. Dus het gewoon in 2 jaar tijd klaarstomen voor de beroepspraktijk. Dat is heel typisch voor het AD. Als ik van school afkom, dan kan ik bij verschillende organisaties gaan werken. Als projectleider, als werkvoorbereider, tekenaar. Als je als werknemer een AD-opleiding doet, dan vergroot je je kansen dat je kunt doorgroeien in een organisatie. Mogelijk ook meer centen kunt gaan verdienen. Je kunt andere functies bedienen waardoor je zelfstandiger wordt, sterker wordt en ook aan de marktverbreding doet. Ik ben eigenlijk gewend van huis uit om mijn mouwen op te stropen en gewoon te gaan. En AD heeft mij toch in ieder geval geleerd om strategisch en breder te kijken. Voor toelating tot een AD-studie gelden dezelfde regels als voor een HBO-bachelor. Je moet minimaal een MBO 4 of HAVO-diploma hebben. Voor oudere studenten zonder een van deze diploma's is er de 21-plus-regeling. Associate degrees zijn er in voltijd, deeltijd en in duale vorm. Je volgt dan onderwijs terwijl je werkt. Jouw dagelijkse werkzaamheden kunnen zo in je studie worden benut. Dus in 2 jaar tijd krijg je heel veel theorie tot je. En het is voor een werkende is het makkelijker te overzien dan een 4 jaar dan een HBO-opleiding. Het heeft eigenlijk meer dan aan mijn verwachtingen voldaan, zeker het praktische gedeelte. Nee, dat we werk vinden na mijn studie was echt helemaal niet moeilijk. Wil je meer weten? Vraag dan informatie bij de hogeschool die een AD-programma aanbiedt dat jou interessant lijkt. Of kijk op internet voor meer algemene informatie over de associate degree.